Hallo, medereizigers. Welkom. 130. Mijn naam is Mayra. Wij reizen samen door het tekstboek heen. Van een cursus in wonderen. Ah, hoofdstuk 19. Het bereiken van vrede. Maar eerst de blokkades. Aha, boeiende stukken. De eerste blokkade. De wens je ervan te ontdoen. Zo. Dat hadden wij niet verwacht. De eerste blokkade waar vrede overheen moet vloeien, is jouw wens je ervan te ontdoen. Want als je haar niet behoudt, kan ze zich niet uitbreiden. Jij bent het middelpunt waar vanuit ze naar buiten straalt om de anderen binnen te roepen. Maar eerst, dit beseften wij niet. Hoe blokkeer ik nou vrede? Jeetje, wat gebeurt hier? Maar dat ego zorgt voortdurend voor afleidingen. Het ego wil niet dat wij het middelpunt zijn. Nee, het ego is het middelpunt. Het ego heeft ons angst ingeprent. Hoezo vrede, zegt het ego. We moeten dit doen, we moeten dat doen, we moeten naar buiten kijken. En kijk naar buiten, er is toch geen vrede? Daar zijn wij ingetrapt. En dat is de blokkade. Een kleine dijk van zand staat nog steeds tussen jou en je broeder in. Wil jij een kleine zandwal, een muur van stof, een nietige schijnbarrière tussen jouw broeders en verlossing in laten staan? De angst die wij koesteren neemt nu de vorm aan van een zandwal. De angst van het ego. Wij zien dit niet. Wij wisten het niet. Wij begrepen dat nog niet. Dat het zo in elkaar zat. Maar dit is een restje aanval die wij koesteren tegen onze broeder. En in dit muurtje, een zandwal, is opgebouwd door angst en afgunst. En een zandwal wil de wil van God tegenhouden. Haha, nee, geen schijn van kans. Dit is de blokkade waar vrede overheen dient te gaan. De wereld overwinnen is niet moeilijker dan over je kleine muurtje klimmen. Want in het wonder van je heilige relatie, zonder die barrière, ligt ieder wonder vervuld. Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid, want ze zijn allemaal hetzelfde. Elk wonder is een zachtmoedige zege over de aantrekkingskracht van schuld, ten gunste van de aantrekkingskracht van de liefde. Kijk hoe Jezus hier onze zogenaamde problemen met onze broeders allemaal relativeert. De wereld, een muurtje tussen mijn broers in. Het zijn allemaal illusies en dezelfde illusie. Eén en dezelfde. Dus wij vragen de Heilige Geest voor een wonder. En het wonder ziet geen verschil. En het wonder zal onze aantrekkingskracht naar schuld omzetten in de aantrekkingskracht van de liefde. Dank je wel. Er is een stilheid in de hemel. Een blije verwachting. Een kort rustpunt van blijdschap. Een erkenning van het einde van de reis. Ah, nee. Want de hemel kent jou goed. Zoals jij de hemel kent. Tijdens bij God de hemel wacht op onze ontwaking. De hemel is louter blijdschap, liefde. De Heilige Geest ziet al het einde van de reis. Wow. De hemel, de Heilige Geest kennen ons heel goed. Weet je nog, het begin, niets werkelijks kan bedreigd worden. Dus we hoeven ons niet meer druk te maken over alles wat hier op droom plaatsvindt. Alleen kijken
en laat ons vergeven. De wonder en de Heilige Geest doen de rest. Want wij zijn eeuwig geliefden van God. En zo valt die barrière, het zogenaamde zandwal, tussen mijn broeder en ik, dat valt helemaal weg. Ja, Jezus noemt het nou een wens. Deze vele lichte wens. Deze minuscule illusie. Dit microscopisch kleine restant van het geloof in zonde is al wat er overblijft van wat ineens de wereld leek. Wow, hij is niet langer en niet aflatende barrière voor de vrede. Nee, voordat wij de Heilige Geest hebben uitgenodigd, alles leek zo machtig een sterkje te zijn. Alles was toegewijd aan zonde en haar gevolgen van zonde. De wens van voor zonde, gelukkig kan niet overeind blijven in het licht van de waarheid. Want dat ego-systeem is een waansysteem. Onstabiel, wankel. Zijn veranderlijkheid. Veranderlijkheid, is zijn eigen onderuit gaan. Ja, is een onderuit gaan. Zeg dat wel. Ja. Hoe machtig kan een veertje zijn tegenover de grootste vleugels van de waarheid? Zie toch hoe makkelijk dit kleimpje wordt opgetild en meegevoerd om nooit meer terug te keren. En doe er met blijdschap, niet met spijt, afstand van. Jezus vergelijkt deze hele blokkade nou met een veertje, een pluimpje. Weg. Het stelt eigenlijk niets voor. Wij werden om de tijden geleid met het ego. Maar met de hulp van de Heilige Geest wordt deze ver opgetild. De blijdschap van de Heilige Geest stroomt door ons heen. Wij nemen afstand van deze blokkade. Wij omhelzen de vrede die in ons is. De vrede van God mag zich nu door heel de zonschap uitbreiden. Dus de wens om ons te ontdoen van vrede, gewoon een illusie. Het ego houdt ons bezig met alles en nog wat. Geen kans om te ervaren dat wij de vrede al zijn. Okay. En wij delen onze innerlijke glimlach. En wij delen deze reis om te einde. En wij delen de vrede van God. Dankjewel voor het kijken. Dag!